Welkom terug bij Z2Day. De ene na de andere hippe internationale hotelketen komt naar Amsterdam. Gisteren opende W de deuren. En als je denkt dat een hotel alleen maar een plek is om te overnachten, nou, dan heb je het wel mis. Inmiddels weten ze dat in Amsterdam ook steeds een prominentere rol spelen die hotels in het nachtleven. Verslaggever Bart Reijnen nam voor ons een kijkje bij W. This is the W in Amsterdam, open just 3 weeks ago. We put as much effort into attracting the locals to the hotel as we do into attracting international guests who come and stay. Normally, I think a hotel is just for sleeping, for tourists, but this is not. No, so I would say this hotel is equally for people here in Amsterdam as it is for tourists who come to visit. And for the tourists, it makes it better because you want to stay where the locals are. And for the locals, we can bring an experience to Amsterdam which is different to anything that exists in the city right now. Ik sta hier met de nachtburgemeester van Amsterdam. Wat vind jij ervan? Ik vind het helemaal te gek dat het W zich richt op het Amsterdamse publiek en dat je daar ook gewoon kan verblijven. Gisteren was het openingsfeest, hoe was dat? Ja, dit openingsfeest, het was helemaal te gek. Het stond hier stampvol, ze hebben het super snel weer strak getrokken hier, dus ze kunnen het prima hebben. Ja, want wat voor een tent is dit volgens jou? Het is gewoon high-end, dat mag gewoon duidelijk zijn. En dan met ook nog eens geweldig uitzicht op Atlas, dat was voor mij wel echt even een mooi momentje gisteren. Ik zwem zelf veel, dus ik ga zeker een keer een dip in de pool nemen. Is it really for swimming, because it's not really wide? It's swimming, it's deep enough to swim and it's long enough to swim, but I think there's actually a little bench here, so you can sit in the pool with a cocktail looking at the Royal Palace and Dam Square. So it's more of a lounging, socializing pool, but it's big enough to swim if you want to swim. Yeah. What do you expect of this in the summer? I think it's going to be packed. It's going to be packed. Is this the new Amsterdam hotspot, you think? I mean, it's not for me to say if it's the new hotspot, but judging by the party last night, I think the people of Amsterdam have decided that this is a hotspot. Yeah, and if I want to work out here by swimming, it's also possible. Sure, 20 laps and then a cocktail. Yeah. Nou, of het nou echt breed genoeg is om ontspannen baantjes te trekken, dat vraag ik me af. Maar de cocktail die heb ik al. En hier kan ik toch wel aan wennen, jongens. Vond zuinigjes, he. Tot zijn middel erin. Mirjam, zie jij jezelf hier al zitten met een cocktail als je geen hotelkamer hebt geboekt daar verder? Ja, absoluut. Ik ben sowieso echt ontzettende fan van hotellobby's. Ook als ik in het buitenland ben, dan zit ik het liefst gewoon in de lobby van het hotel om naar mensen te kijken. En je ziet ook in Amsterdam dat het eigenlijk steeds meer een ontwikkeling is. Dat Amsterdammers hotels uitkiezen als spot om te lunchen of af te spreken, ook voor zakelijke meetings. Dus ja, dit hotel speelt ook wel heel erg goed in op die trend. Waarom komen al die hotels hier naartoe, naar Amsterdam? Ik denk omdat het toerisme wel in opkomst is hier sowieso. En ook omdat je ziet dat Amsterdam een steeds belangrijkere rol gaat spelen in design. Amsterdam is gewoon hip. En dat zien die hotels ook. En dan zie je dat juist de hippere hotels ook denken van, hé, daar moeten we zijn. En gisteren ging het hotel open. Daar hebben we ook een filmpje van onze collega's van Boulevard. Dus kijk maar even. Ongeveer iedere bekende Nederlander die Nederland heeft, die heeft zich daar wel laten zien dan. Ja, hebben ze ook heel slim gedaan, want ze hebben echt ver voordat het hotel open ging, hebben ze al een soort search opdracht uitgegooid. We zoeken een ambassadeur voor het hotel. Dat moest dan iemand zijn die heel erg de Amsterdamse in-crowd kende. Dus die hebben ze waarschijnlijk uiteindelijk gevonden, maar daarom dat zie je dus ook meteen dat dat werkt, want echt de hele in-crowd stond er gisteren. En daarmee heb je dus een soort van vliegwiel effect. Ja, absoluut. Iedereen moet er naartoe. Ja. We hebben even gekeken naar ontwikkeling in de hotelbranche. In Nederland. Heel Nederland steeg het aantal hotelkamers in de afgelopen 3 jaar met zo'n 6%, ietsje meer zelfs. In Amsterdam zijn er in die periode ruim 4000 nieuwe kamers bijgekomen. Stijging van bijna 17,5%. Dus dat is wel fors meer dan gemiddeld, fors meer dan de markt. Of misschien is die Amsterdamse markt wel een hele andere. Waarom laten we daar eens even naar kijken, al die hotels, een pool op het dak met een barretje waar je dan ook nog feesten kan houden.
lijkt me vrij lastig als je net die kamer eronder hebt. Nou, nee hoor. Ik denk dat sowieso W richt zich heel erg op een jong, hip publiek. Dus ja, ik denk dat als jij een bedaagd stelletje bent, dat je niet voor W zal kiezen. En je ziet ook omdat toeristen, die willen de hele experience van Amsterdam. Die willen niet gewoon een hotel waar ze komen om te slapen en te douchen en that's it. Maar die willen echt het gevoel hebben dat ze in the middle of it zijn. Nou ja, dat lukt dus gewoon wel in zo'n hotel. En ze zijn ook niet het enige hotel dat het doet. Je hebt het Conservatorium Hotel bijvoorbeeld. Die hebben een hele mooie sportschool. En hebben ze ook destijds gezegd, nou, we hebben dan, ik geloof dat er dan 100 mensen uit Amsterdam lid mochten worden van die sportschool. Dus heb je ook meteen weer een beetje zo'n buzz van, oh, ben jij al lid, weet je. Dus op zo'n manier krijgt het dan echt een beetje een, ja, iets van, hoor jij erbij of niet? En ja, het, maar hoe lang werkt dat? Is dat 2 maanden hip en daarna gaat iedereen weer ergens anders heen? Dat is natuurlijk wel het gevaar. Sowieso, ik heb ooit een keer Joop Braakhek geïnterviewd. En die zei van, het Amsterdamse publiek is heel hoerig. Ze vinden je zaak leuk en ze komen massaal erop af. En een paar maanden later is er weer iets nieuws geopend. En dan is het weer sloes. Maar ik denk voor zo'n instituut als W, zij zitten over de hele wereld in de hipste steden. En ja, dat is toch wel iets blijvends, denk ik hoor. Zeker als af en toe eens eventjes een nieuw verfje eroverheen gooien. Zo denk ik wel dat dit een blijvend fenomeen is. Als we hoerig zijn, willen we dan wel betalen voor dit soort... Een drankje in zo'n hotel zal niet goedkoop zijn, neem ik aan. Nee, maar ik denk ook dat... het is niet voor iedereen, maar ik denk dat er heel veel Amsterdamse hippe vogels zijn die dat echt prima vinden. En het verbaast me ook eigenlijk dat die man van het hotel net zei van, ja, kom maar gerust zwemmen. Want ik had eigenlijk verwacht dat ze er meer een soort club van zouden maken en dat je lid moet worden voordat je erin mag. Vermoedelijk ja. Ik denk eigenlijk dat ze dat uiteindelijk ook wel gaan doen, omdat het waarschijnlijk zo druk is. Wat kost een kamertje in zo'n hotel nou? Ik geloof dat het in W €350 per nacht kost voor de goedkoopste kamer. Of vanaf. Nou ja, dat klinkt heel veel, maar uiteindelijk als je in het luxe segment gaat kijken, valt dat best wel mee. Ja. En ik geloof dat de duurste hotelkamer iets van €2500 is. Maar dan heb je ook echt de suite van 1800. Afgezet tegen wat kost een kamer in Amsterdam? Eigenlijk? De gemiddelde hotelkamerprijs is €131 per nacht. Dus nou ja. Dan zit je dus, er wel. Die zit er boven, maar boven. Ook niet dat je denkt, oh, shocking, hier kom ik niet meer overheen. Hoe is die Amsterdamse markt eigenlijk? Want we zagen net die cijfers. Nederland gemiddeld zo'n 6% stijging. Amsterdam 17,5%. Er is kennelijk behoefte. Er is een markt voor. Ja, er is een hele grote schaarste in Amsterdam geweest de afgelopen jaren aan hotelkamers. Dus je ziet dat ze dat nu langzaam aan het inhalen zijn. Het is ook wel ietsje minder gegaan in de hotelbranche de afgelopen jaren. Met name doordat minder zakenreizigers kwamen. Maar als je het vergelijkt met de andere horeca, dan valt het eigenlijk best wel mee. En dan zie je dat er alleen in 2009 was er iets minder omzet. Maar voor de rest, de andere jaren was de groei gewoon net iets minder. Dus eigenlijk gaat het gewoon best wel goed met de Amsterdamse hotelbranche. Zou je daarheen gaan? Nou, op zich wel. Dat klinkt wel heel erg. Nou ja, ik weet niet zo. Wat pak je mee? Ja. Op zich niet om te zwemmen, maar ik denk wel voor een drankje. Lijkt me wel leuk. Dankjewel.